kan men voor iemand als Prins Friso doen in zo'n revalidatie? Nou, je zou wel wat kunnen doen als je een behandeling hebt. Hè. Een intensieve behandeling gericht op herstel van hersenen is in theorie mogelijk. Ik maak eigenlijk maar de vergelijking tegenwoordig van kijk hoe een baby zich ontwikkelt en de stapjes die een baby moet maken en de tijd die het duurt voordat de hersenen van een baby volgroeid zijn. Nou, al die stapjes moet je in feite ook weer opnieuw zetten als iemand een ernstig letsel heeft opgelopen. Ja, normaal gesproken, maar dat geldt in ieder geval als je zo'n behandeling hebt gedaan, moet je dat na maximaal 3 maanden kunnen zeggen of er een herstel naar het bewustzijn mogelijk is of niet. En er zijn in de literatuur wel voorbeelden bekend van mensen die jaren nadien nog aan het herstellen waren. Meneer Van der Meers, u heeft eraan gekeken vandaag, neem ik aan. De eerste schok was, oei, men vertelt hier dat die man dat hij heel slecht aan toe is. En de tweede vraag was dan, hey, hoe beantwoord dit nu aan de berichtgeving die wij die zaterdag, die maandag, vorige week gegeven hebben? Ja. Laat me om te beginnen zeggen dat ikzelf en dus via mij NRC deemoedig het hoofd moet buigen. Punt. Wij hebben niet bewust gezegd van we gaan optimistische berichtgeving. Nee, maar u heeft het wel opgeschreven zonder dat u het dus zeker wist. Klopt. En daarom zeg ik een derde keer, wij moeten daarin schuld bekennen. En zoals ik dat juist zei, wij betreuren dat ook heel erg. Aan tafel zitten Adri en Alfons Kennis. Nu werken ze mee aan de illustratie van dit schitterend boek. Dat heet Het Verhaal van de Mens. En in Het Verhaal van de Mens, het woord zegt het al, wordt verhaald hoe de mens zo'n beetje ontstond. Evolutie is niet één rechte lijn, het is veel meer een struik. Met allemaal dode punten en nieuwe experimenten van de natuur. Er komen nieuwe aapmensen, die proberen weer iets nieuws en die gaan dan weer dood of die sterven uit. En uiteindelijk blijft er eentje over, dat is Homo sapiens. Ja. En dit is wel een raar soortje. Ja. Ja, dit is ook een volwassen iemand. Het zijn twee volwassen vrouwen dit. Ja. En dit is weer een soortje, denken ze, die heeft er ook geleefd, maar die heeft heel lange apenarmen. Deze is waarschijnlijk is deze doorgegaan. Deze gaat door. Deze gaat door. Die sterft uit. Ja, dat zijn wij. Ja, dat is wij. Maar hier komen weer afsplitsingen van. Toen die de hulpbedden bijna gebouwd werden, liepen er in de Middellandse Zee nog op bepaalde eilanden nog olifantjes rond die groter was een meter. En nijlpaardjes, zo grote nijlpaardjes. Nebahat Albayrak, hartelijk welkom. U bent de eerste vrouw die zich gemeld heeft als kandidaat politiek leider van de Partij van de Arbeid. Er zijn 3 mannelijke rivalen. Verwacht u nog een vierde overigens? Vierde man? Nee, nog een andere vrouw. Ja, jij maakt dat onderscheid. Leg een stelling voor. De stelling is, het wordt hoog tijd dat de Partij van de Arbeid een vrouwelijke leider krijgt. Het wordt hoog tijd dat de Partij van de Arbeid een leider krijgt die een zo breed mogelijk gedragen progressief kabinet dichtbij brengt. Of dat een man of een vrouw is voor mij echt secundair. Ja? Voor heel veel PvdA-leden ook. Maakt het uit? Maken de mensen die geïnteresseerd zijn in de Partij van de Arbeid en misschien daar zelfs wel op zouden willen stemmen, zouden die het wat uitmaken of dat een man of een vrouw is? Nou, ik denk wel dat blijkt ook uit het onderzoek, dat mensen het wel verwelkomen dat er een vrouwelijke kandidaat is. We hebben nog een stelling. Mijn Turkse achtergrond is een voordeel. Het is echt dat jullie nog met die vraag komen, jongens. Welke vraag? Ja, die Turkse achtergrond. Dat is wat ik heb gedaan. Kijk dat filmpje. Vind jij het relevant? Nou, ja, zeker. Ik vind Turkse vrouwen. Nou, Turkse vrouwen kunnen bijvoorbeeld heel leuk zijn, weet ik uit ervaring. Ja. Nou, die ervaringen laat ik graag bij jou. Met mij heb je ze niet, even voor de duidelijkheid. Leg even uit waarom het voor jou uitmaakt. Omdat het me opvalt dat het bij Nebahat Albayrak dus A, niet uitmaakt of ze een vrouw is. Nee. En B, maakt het ook niet uit wat haar achtergrond is. Nee. Maar ik vind het jammer dat we nu alweer bijna 10 minuten praten over die afkomst van. U zegt ja, maar dat, eerlijk gezegd vind ik dat toch een beetje flauw van u. Ja, zeg maar waarom? Omdat u rivaliseert met 3 andere kandidaten. Ja. Die ook ongeveer dezelfde plannen hebben als u. Namelijk om de economie weer dat te laten groeien. Dat weet u niet, want u heeft mijn plannen nog niet gehoord. Ik heb met andere kandidaten hier aan tafel gesproken. Maar u mij nog niet gehoord? Nee, maar ik neem aan dat u plannen heeft die kloppen met het verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid. We zien even. Anders dan vrouw en achtergrond, nu de inhoud. Ja, als uw vrouw niet inhoudelijk vindt en achtergrond ook niet, dan komen die andere dingen ook zo aan bod. Nou, zoek niet te veel verschillen op de inhoud. Dat zou gek zijn. We zijn allemaal lid van. Dat krijgen we nou toch? Ja, ik ga ze brengen. Maar u zegt net, het gaat niet om de vorm, het gaat niet om de vrouw, het gaat om allochtoon. Waarom vraag je niet naar de inhoud? Ik zeg, noemt u dan de inhoud? Nou, die verschilt niet zo erg. Ik weet dat het pijn doet, want waar jullie mee begonnen was echt niet goed. Maar
En als wij dan u vragen, als u misschien wel partijleider kan worden van een partij die nu de ene grootste is, van of, u dat, of het dan ook nog prettig is dat u een vrouw bent en u doet dan net alsof u een vingers brandt. Ik vind het hartstikke prettig dat ik een vrouw ben. Allemaal ontzettend. Door de ware tijden dat jij hier zat te fluiten. Nee, kom op, zeg. Nee, doet er helemaal niet toe. Als dat een valse aangifte is, wat het waarschijnlijk wordt, dan... Waarom denkt u dat het een valse aangifte wordt? Nou, omdat er ongetwijfeld in zal staan dat ik gepoogd heb om Rutger Castricum te kelen of te wurgen. Ja, kijk, ik maak me zorgen om hoe journalistiek wordt bedreven. Ja. Ik vind, je hebt een politiek proces. De politici in Nederland, in eigenlijk alle landen, zijn bezig met de meest belangrijke beslissingen van onze samenleving. Ja. Die moeten ze op een goede manier kunnen nemen. En ik denk dat hun proces, hun taak, verziekt wordt door mensen die gewoon niet op de inhoud, maar op de persoon, op de man af, allerlei belachelijke brutaliteiten. Ja, oké, okay, maar dat is een persoonlijke mening. Dat is een persoonlijke mening van u. Er lopen op het Binnenhof zo'n 160, 180 parlementaire journalisten rond. U benoemt er een paar, hè? Pauw Niels en de Jakhalzen, geloof ik. Daar heeft u het dan met name over. Daarnaast lopen nog allerlei parlementaire journalisten rond, van kranten, van radio, televisie, noem maar op, internet, die bezig zijn met wat u dan noemt de inhoud, die verslag doen van de debatten in de Kamer, van de belangrijkste politieke gebeurtenissen. En er zijn andere journalisten die zich vooral bezighouden met de vorm. En die wilt u weigeren. Waar haalt u de brutaliteit vandaan om te zeggen van die journalist, nee, die vind ik geaccepteerd, die mag daar komen, die mag verslag doen en die niet. Straks is er iemand die zegt van die rechtse journalisten van de Telegraaf, die wil ik niet hebben als linkse politicus. Ja. Politici zijn mensen, als het goed is, van de inhoud. Die moeten een visie hebben op de samenleving, op wat goed is voor de samenleving, wat slecht is voor de samenleving, wat de toekomst moet zijn van de samenleving. Dat zijn niet die mensen die noodzakelijk veel humor moeten hebben. Of ze moeten wel om kunnen gaan met moderne media. Ik vind dat de televisie helemaal geweerd moet worden van het Binnenhof. Over 150 dagen is het zover. Dan beginnen de Olympische Spelen. En wie in elk geval voor ons land uitkomt, is Rea Lenders. En zij is trampolinespringster. Om maar een voorbeeldje te geven, de oefening die ik zeg maar afgelopen januari tijdens mijn kwalificatiewedstrijd heb gesprongen, die spring ik al sinds 2002. Dus die kan je, als je je ogen dicht doet, kun je zo precies zien in je hoofd hoe dat gaat. En dan dubbele salto voorover met een half draai in de tweede salto. Een dubbele achterover. Weer een dubbele voorover met in de laatste een half draai. En dan nog een dubbele salto achterover met in de eerste een hele draai en in de tweede een hele draai. Het is natuurlijk extreem naïef van Amerikaanse militairen om in een land waar het echt zo, de Koran zo belangrijk is, om die te verbranden. Maar wat hier aan de hand is, is veel meer dan het religieuze sentiment. Hè. Dus er is al jarenlang eigenlijk een soort sluipende buitenlanderhaat. En ik denk dat veel Nederlandse trainers zich daar nauwelijks van bewust zijn dat die haat zo groot is. In Kunduz is het op dit moment zo dat alle trainingen die dus buiten de poort plaatsvinden, dat betekent buiten de militaire basis, dat die op dit moment geen doorgang vinden. We gaan straks praten over een plek waar het ook niet pluis is. Limburg, waar het gevaarlijk is, waar veel overvallen zijn en waar Theo Hiddema zegt, koop een geweer of een pistool. Ja, het is geen Afghanistan. Nee, nog niet. Maar je weet nooit hoe zo'n land zich kan ontwikkelen. Er zijn nogal wat bloeddorstige bendes actief. Als je jezelf bewust bent dat je in zo'n locatie verblijft, in een welvarend ogend pand, en je hebt heel wat te beschermen, en je leest lokale kranten, dan ga je je wel eens afvragen wanneer kom ik aan de beurt. Ja. En dan staat er opeens een gezelschap onguur volk voor je bedstee. Maar moet ik nou schieten of niet? En die komt die met een pistool. Ja. Nou, als u nou in die bedstee ligt en u hoort wat rumoer, dan bent u de klos als u geen pistool heeft. Heeft u er wel een, dan kunt u tenminste vanuit een zekere afstand het ongenode bezoek te weerstaan. Schietend? Ja, natuurlijk. De Amerikaanse presidentskandidaat Rick Santorum die zei vorige week in een verkiezingscampagne: every American citizen should have in his home, in his left hand the Bible and in his right hand a gun. Ja, wat het kabinet heeft gedaan is een streep zetten door plannen die al jarenlang werden voorbereid om de kilometerbeprijzing in te voeren. Als je die kilometerbeprijzing wel gaat invoeren, dan kan de overheid miljarden besparen op asfalt. En wat er dan nog een groot voordeel bij is, is dat je dan ook echt de congestie, de verstopping van Nederland aanpakt. En dat is toch een belangrijk probleem. Met alle respect voor mevrouw Sap, maar wat u zegt, dat is echt grote onzin. Nee. Kijk,
Het is namelijk zo dat die 9 miljoen kastjes, die wilde Nederland niet. Maar wat u nu zegt, we gaan 4, 5 miljard gaan we extra bij de autorijders gaan we weghalen. Weet u wat een autorijder al betaalt? Waarom zou iemand die niet rijdt moeten meebetalen? Maar ik vind het veel belangrijker dat je klaar moet zijn voor de toekomst. En dat je echt de fileproblemen moet aanpakken. En wat dit kabinet doet is eigenlijk nog doller dan wat meneer Paradijs net zegt. En dit kabinet wil zelfs op allerlei wegen de snelheid gaan verhogen. Ook in de bebouwde kom. En moet daarvoor heel veel geld extra gaan investeren om de schade die dat oplevert, bijvoorbeeld de extra verkeersdoden, de extra luchtvervuiling, op te gaan lossen. Dus u zegt elke direct doorgaan, draai is dat, heilloos. Draai dat meteen terug. Draai dat terug. In die kranten, Volkskrant en NRC, lezen we wel eens een keer iets van rechts. Laten we zeggen, een rechtse politicus die iets schrijft, een kolompje op een stukje. En toen dacht ik, eigenlijk is het raar dat het andersom niet zo is, dat links nooit de kans krijgt bij rechts. Dus toen heb ik een mailtje gestuurd naar de Telegraaf, dat ik me aanbood als columnist om wekelijks een linkse column voor ze te verzorgen. Nou, ik heb niks teruggehoord, nou, dat kan ik me voorstellen. Dat heb ik weer een mailtje gestuurd een week later. Ja. Want ik zei dat het geen grap was, dat ik het serieus meen, dat ze mij waarschijnlijk niet kenden. Maar dat ik toch wel, dat ze even konden kijken op Wikipedia, wat ik al heb gedaan de afgelopen 30 jaar. En dat is nog flink wat, zag ik zelf ook. En, in het begin nam ik het eigenlijk niet zo serieus, maar ik moest op een gegeven moment wel verschrikkelijk lachen. Meestal zijn rechtse mensen vrolijk en linkse nou mensen ja, niet. Dat staat er ook in, ja. Laat ik weten. Het is wel zo, maar rechtse mensen hebben ook veel meer reden om vrolijk te zijn, want die zijn vaak rijk. Ja. Die hebben een mooi huis, een mooie auto voor de deur, 3 terreinwagens, ja. Terwijl er nergens terrein is verder, maar ze hebben ook 3 terreinwagens. Ja, ik weet het. Je kan nog beter op een feestje zeggen dat je aan het hoofd staat van een internationaal kinderporno-netwerk. Omdat je hoop en lid bent van de PvdA, maar het is gewoon niet anders. Hè? Ja, zo staat de partij ervoor. Tot deze week. Mevrouw Jacobi. Ja. Ja. Is dit overigens iets wat u herkent? Want jij zegt het natuurlijk enigszins met enige scherts, maar wel dat als je zegt dat je van de Partij van de Arbeid bent, dat je denkt van ja, moet zal ik het wel zeggen hier in deze ruimte? Ja, kom op. Mijn eerste reactie is wel dat u komt uit Friesland. Nou, dat vind ik echt een nieuw geluid. En verrassend dat u ook meedoet. Mevrouw Jacobi krijgt de steun van de Telegraaf vanaf heden. Nou, dat morgen dat zo weet ik niet. Kop. Ja. U moet het vooral zelf uitzoeken. Ja. Maar ik vind het wel leuk dat het gebeurt. Bent u eigenlijk goed in het debat? Want kijk, Job Cohen was dat niet. Dat hebben we gezien. Ja. En dat heeft er mede toe geleid dat de Partij van de Arbeid niet uit de verf kwam. Ik ben bijzonder in het debat. Ja, dat geloof ik. En dat heeft ook wel een beetje mee te maken dat ik niet uit de politiek kom. Mm-hmm. Voordat ik, dat stond, werd zo net ook al gegeven van, hiervoor was ik lange tijd directeur van een GGD. Ja, ook landelijk erg actief geweest. Dan moet je heel veel debatteren. Ja, maar in een gewone organisatie ben je aan het discussiëren. Ja. En dan zoek je daarnaar van hoe krijgen we samen de zaak los. In de politiek, dan kom ik toch een beetje bij het 5-12 ook in de politiek. Dan ben je aan het debatteren. En in het debatteren is eigenlijk jezelf ten koste van een ander, profileren en staan te pronken. En ergens zit daar een dodelijk element in. Maar dat iedereen zo met zichzelf staat te pronken, gaat hij op een gegeven moment ook een aantal oplossingen die voor Nederland veel belangrijker zou zijn om over de politiek heen samen op te lossen, samen te werken. We hoeven nog niet eens wat samen met elkaar te regeren, maar iedereen die op bepaalde punten ons land mee kan helpen uit het slop te komen. Dat is mijn verhaal. Zou je toch wel wat ander soort type politiek moeten gaan betrekken? En ik vind soms debatten, dan denk ik, nou ja, daar schieten we allemaal niks meer op. Iedereen heeft weer zijn eigen licht en we gaan weer over tot de orde van de dag. Hou eens op met dat debat.